Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde gisteren de jaarcijfers van Curaçao over 2018. En daarbij was weinig positief te melden. Nadat Curaçao in 2016 al een krimp van 1% kende en in 2017 een krimp van 1,7%, is voor 2018 een krimp aangeschreven van 2,2%. Eerder maakte het IMF al melding van een krimp van 2%, maar de berekeningen van het CBS hebben betrekking op de reële ontwikkelingen. En die zijn in alle sectoren te zien, alleen in de toerismesector is er sprake van groei in 2018 ten opzichte van 2017. En dan gaat het vooral over activiteiten in hotels en restaurants en over toeristen uit Europa, het Caribisch gebied en Noord-Amerika. De vakbonden, verenigd in Solidaridad Syndicaal, zullen aanstaande vrijdag bijeenkomen voor een presentatie over de aanwijzing en de groeistrategie. Eerder gaf woordvoerder van Solidaridad Syndicaal Francis Cillier al aan dat de vakbonden het niet eens zijn met de maatregelen die de regering gaat nemen. En dat wordt overwogen te staken. Aanstaande vrijdag krijgen ze de presentatie en naar alle waarschijnlijkheid zal er dan ook een positie worden ingenomen door de vakbonden. Het marineschip Zijne Majesteit Groningen is de afgelopen dagen heel actief geweest. Op 10 juli werd een go-fest aangehouden met meer dan 400 kilo cocaïne. En op 12 juli werden tassen met daarin een grote hoeveelheid geld uit zee gehaald en in beslag genomen. Zowel het geld als de drugs zijn in Sint Maarten aan de autoriteiten overhandigd. Bij beide acties is er vanuit de marinehelikopter geschoten op de motor van een go-fast die geen gehoor gaf aan een bevel om te stoppen. Afgelopen zondag werd er nog een opvarende gered van een omgeslagen visvaartuig. De drenkeling is uit zee gehaald en in veiligheid gebracht. Zoals bekend is Zijne Majesteit Groningen sinds 20 april 2019 actief in het Caribisch gebied, maar de afgelopen week waren ze vooral heel productief. De Curaçaose minister-president Eugène Ruggenaat toonde zich gisteren heel erg opgelucht over het feit dat er meer dan één voorstellen zijn ingediend door bedrijven die de nieuwe strategische partner van de raffinaderij willen worden. Tot 15 juli was er een mogelijkheid om een non-binding proposal in te dienen en Ruggenaat gaf aan dat hij vertrouwen heeft dat er daadwerkelijk ook een partner gevonden gaat worden voor het eind van het jaar. Hij zegt dat er nu verder wordt geanalyseerd, verder wordt onderhandeld en hij hoopt in november daadwerkelijk de contracten te kunnen laten tekenen, zodat op dat moment zeker is wie de raffinaderij gaat overnemen. Tot die tijd mag hij geen namen bekendmaken van bedrijven waarmee wordt onderhandeld. De nieuwe consul-generaal van China, meneer Xue Zhang, gaf gisteren een interview aan de Extra. Daarin liet Xu Zhang weten dat voor China de samenwerking met Curaçao belangrijk is en dat vooral de vele duizenden Chinezen die op Curaçao wonen graag hier willen blijven wonen en willen bouwen aan Curaçao. Volgens hem houdt de Chinese gemeenschap van Curaçao, maar, gaf hij aan, elke atraco is er één te veel en die atraco's zijn nogal vaak op de Chinese gemeenschap gericht. Hij hoopt dat de justitie meer kan doen om dergelijke atraco's te voorkomen. Tijdens een persconferentie gaf de minister-president van Curaçao Eugène Ruggenaat aan dat volgens hem de tijd voor actie is aangekomen. Hij wil dat er de komende jaren flink wordt geïnvesteerd op Curaçao en dat iedereen gezamenlijk probeert Curaçao tot een beter land te maken. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de aanwijzing die is opgelegd aan Curaçao en de groeistrategie die is getekend. Volgens hem is het noodzaak dat de regering niet alleen gestructureerd en efficiënt bezuinigt, maar dat er ook gewerkt wordt aan de opbouw van Curaçao. Dat is volgens hem namelijk broodnodig. Curaçaose honkballers doen het uitstekend in de Little League competitie die momenteel op Curaçao wordt gehouden. Gisteren won Curaçao Liga Paribas overtuigend van de Dominicaanse Republiek en Curaçao Liga Pabau won met 3-0 van Aruba. Beide teams hebben alle wedstrijden tot nu toe gewonnen en staan dan ook bovenaan de verschillende pools. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.